Ik heb hier de X-Tool D1 Pro 20 Watt laser. En deze laser kon dus het verschil gaan maken voor mensen zoals jij en ik. Die thuis een lasersnijder willen hebben om dunne plaatjes hout te snijden, dunne plaatjes plexiglas te snijden, dingen willen graveren. En dus gewoon een best wel serieuze laser willen hebben zonder daar heel veel geld aan uit te geven. Of dat je gelijk zo'n unit hebt staan. Laten we gaan kijken. Ik heb deze gekregen van X-Tool. Om te reviewen. Gewoon alleen de machine, geen geld verder. En ik ga dus hier laten zien aan jullie. Mijn eerlijke mening geven. En we gaan gewoon kijken wat hij kan en wat hij niet kan. Zodat jullie daar zelf een mening over kunnen vormen. Ik had er in mijn vorige video kreeg nog wat commentaar van. Ja, maar als je iets krijgt, kan je er niet een eerlijke review over geven. Heel simpel, ik kan ook niet alles kopen om te reviewen, dat weet ik niet. Dus we gaan het gewoon zo doen. Boekjes, instructies. Oh, dit is wel cool, kijk. Je krijgt er dus gelijk wat materialen bij. Een metaalplaatje, ik denk puur om te graveren, die krijg ik wel zeker. Wat houtjes, kurk. En nog wat dingetjes. Dat is wel cool, kun je gelijk aan de slag om een beetje met je testen. Dus boekjes, dat. Oeh. Hier hebben we dus het machineframe, wat we nog zelf in elkaar moeten gaan zetten. Dus wat houdt dat in? Oké, okay. De meeste zit gelukkig gewoon in elkaar. Stappenmotor met een railsje waar dan dit op kan rijden. Er zit nagenoeg geen speling op, dat is wel lekker. Nou, laten we dit er allemaal even uit gaan halen. Kijk, hieronder zit nog meer. Ja. Voeding. Wat kabeltjes. En natuurlijk originele Pengsheng. Dit soort echte Pengsheng had ik nog niet. Ik denk dat het gewoon tand was thuis of zo. Zal wel. Hierin. Veiligheidsbril. Tie-wrap. Hier een SD-kaartje. Een bakje met schroefjes en wat koppelingen. En dit is hem dan. Dit is het hart van de machine. Of het oog van de machine, net hoe je het bekijkt. Dit is de 20 watt laser. En het is best wel een blok. Maar hierin zitten dus die lasers zo op een rijtje. Die met lensjes allemaal door diezelfde lens naar buiten gaan komen uiteindelijk. En hier zit ook nog een flame sensor in. Dus die kijkt of je materiaal vlam vat. En dan zou die uit moeten schakelen. Ik zou hier zeker niet op vertrouwen. Maar gewoon, volgens mij is bij een laser niet zozeer de vraag of er een keertje iets gaat fikken. Maar meer wanneer dat gebeurt. Dus... met de laser blijft erbij. Op de grond leggen en dan kunnen we gaan bouwen. De handleiding, daar gaan we mee beginnen. Oh kijk, dat is wel cool. Engels, Duits, Spaans, Frans, allemaal. Maar ook gewoon Nederlands, laten we dat doen. Dit is dus een product uit China, maar ik moet zeggen, ik ben best wel heel erg onder de indruk van de manier waarop het opgeleverd wordt. Het zit niet gewoon in een zakje, het zit gewoon netjes. Er is over nagedacht, dus je ziet. Maar dit is niet de handleiding voor we hem gaan bouwen. Dat zal deze dan wel zijn. Unbox en check. Check. Assemble. Oh ja, dit is dan weer gewoon in het Engels alleen. Hier, rijden. Oké, nou, hier, dit zijn onderdelen. Stap 1. Zet de hele machine in elkaar. Stap 2. Laatste paar dingetjes. Maar hier komen we wel uit. Thank you.
Hij is wel zo ontworpen dat hij van zichzelf waarschijnlijk al haaks trekt, als ik dat zo zie. Dus dat is op zich wel lekker. Dat is natuurlijk wel iets waar je op moet gaan letten. Als je dit als een parallelogram maakt, dan kun je er dus ook nooit haakse dingen op maken. En ja, het is toch wel lekker als je gewoon weet dat een hoek van 90 graden ook daadwerkelijk 90 graden wordt. En jawel, daar staat hij dan. Helemaal in elkaar. Ik ben er met het filmen en alles bij elkaar ben ik er ongeveer een uurtje mee bezig geweest. Dus dat is te overzien, hè. Als je niet filmt zal het waarschijnlijk iets van 3 kwartier zijn. Eigenlijk ging het in elkaar zetten heel simpel. Het was gewoon, ja, stapjes volgen, een paar schroefjes erin. En dan heb je dit. Kabeltjes waren al voorgeassembleerd, kon je er gewoon in klikken. Nee, de assen waren ook eigenlijk voorgeassembleerd. Eerst maar even die bril op doen voordat het... Ik heb geen idee wat we kunnen verwachten. Zo. Het enige wat ik weet is dat je een goede laser kan ongeveer 2 keer inkijken. 1 keer met links, 1 keer met rechts. Oké, ik heb hier op de computer even iets heel simpels gemaakt. Een vierkantje wat hij moet gaan snijden en dat wat hij moet gaan graveren. Ik hoop dat hij het in de goede volgorde doet. En ik heb verder nog geen idee hoe ik dit nou ga uitlijnen. Op mijn CNC frees zeg je eerst deze naar een bepaalde positie en zeg je dit is 0. En dan geef je ook daarin je nulpunt aan. Ik zie hier alleen maar het hele bed. En niet de optie om een nulpunt aan te geven. Dus laten we het gewoon gaan proberen. Daar gaan we. Het staat helemaal klaar. Hier is mijn origin. Het werkt redelijk vergelijkbaar met de CNC frame. Oké, zo, wat een licht. Ik had dus de hoogte niet goed ingesteld. Realiseerde ik me tijdens het snijden en ik dacht, ik ga gewoon door. Maar, dat resulteerde in dat ik veel te dikke lijnen aan het branden was. Ik was niet aan het snijden, ik was vooral aan het branden. Ik moet zeggen dat ik best wel onder de indruk ben van dit graveerwerk zo even. Wat ik nu ga doen, ik ga op de goede hoogte instellen. Ik heb ook air assist erbij, maar die ga ik nog niet instellen. Dat ga ik pas de volgende keer doen. En dan gaan we eens even kijken wat er dan gebeurt. Kijken of dat dan goed gaat. Die flame sensor, die werkt dus in ieder geval. Oké, dat op hoogte instellen, dat werkt eigenlijk vrij makkelijk. Je hebt hier deze... Ja, het lijkt wel een bieropener. Die doe je naar beneden. En dat dingetje moet gewoon je materiaal raken. En dan zit hij goed. Dan klap je hem op. Tjok. En dan zou die goed moeten staan. Dit is toch best wel gaaf. Eerste test. Graveerwerk, snijden. Dit zijn gewoon de settings in de machine. En dit is zonder air assist. En dan zie je dat hier aan de achterkant toch wel wat... wat donker is geworden. Met air assist zou dit een stuk beter moeten gaan. Maar ik ben... Ja, ik vind het best wel cool dit.
Dus dat is hem helemaal in elkaar. Hij werkt en zoals je ziet heb ik er al verschillende dingetjes mee gesneden. Nog niet zo heel veel. Ik heb een testje gedaan. Dit is wel cool. Met dit 3 mm multiplex. Eerst gegraveerd, toen gesneden. En dat geeft dus best wel een cool resultaat. Die settings, dit is gewoon een van de eerste tests. Kan ik nog tweaken. En ik heb getest met kunststof. Snijdt die wel. Is nog niet denderend. Dus hier moet ik nog wat meer testjes mee gaan doen. Dit was gewoon de eerste instelling die ik tegenkwam in de software. Hij snijdt het wel, maar ik weet niet of je het ziet. Het is niet zo heel mooi. Dus daar moet ik gewoon nog wat meer testjes mee gaan doen. Het zou wel moeten kunnen. Waar ik wel heel erg van onder de indruk was dit. Kijk. Dit is Diebond. Dat is kunststof. Daar zit aluminium op. En dat aluminium is dan weer geverfd. En hier kun je dus die verf heel mooi vanaf halen. Dit is perfect is dit voor knoppenpaneeltjes of dat soort dingen. Mooie bordjes, huisnummerbordjes, wat dan ook. Dus dit, daar ben ik wel heel tevreden over. Dit ziet er ook wel gewoon strak uit. Kan ongetwijfeld misschien nog wel strakker. Ook dit is weer een eerste test. Dus, al met al vind ik het, voor wat het is natuurlijk, hè, best wel een veelbelovende machine. Je moet het niet gaan vergelijken met een 80 watt laser of een 100 watt laser. Want ja, het is het gewoon niet. Het is een 20 watt laser. Maar ja, het is wel gewoon een leuk apparaat. Je kan er gewoon wat kleine houtdingetjes mee snijden, mee graveren. En het heeft dus zeker wel potentie. Dus wat ik ga doen. Ik ga hier nog even mee testen. Verschillende materialen, verschillende settings. Snijden, graveren, van alles. En dan ga ik daar nog een video over maken. Met een review van hoe die dan daadwerkelijk werkt. En ja, of het goed werkt. Of dat het eigenlijk wel meevalt. Heb je voor de volgende video specifieke vragen? Laat me dat even weten in de comments. En ook over dit soort video's in het algemeen. Vinden jullie het leuk als ik dit soort tools review waar je misschien wat aan hebt? Of vind je het eigenlijk helemaal niet leuk? In beide gevallen laat het mij weten. Dan kan ik meer of minder van dit soort video's gaan maken. Tot de volgende.